Wow, kijk, Sinterklaas is geweest. Wow. Oh, en zie, er zoveel lekkere dingen dat hij heeft meegebracht. Kijk, kijk naar leeg. Hmm. Ja, ja, Frank, ja. Ja, het leven is natuurlijk veel duurder geworden. Dat geldt ook voor de Sint. Dus ja, dit jaar moest hij het met iets minder doen. Ja, ook omdat de Sint een paar weken geleden ontslagen is op zijn werk, hè, Frank. Dat is nu niet zo relevant, hè, Maaike. Stond blijkbaar porno op de werklaptop van de goedheilige man. Kijk, Sinterklaas heeft een kleurboek meegebracht. Nee, dat zijn gewoon lijntjes. Nee, nee, dat zijn regenboogjes. We moeten die alleen nog inkleuren. Kijk eens op de volgende bladzijde. Nog regenboogjes. Yay! Oh, en kijk eens hier wat voor speciaal iets Sinterklaas ook nog heeft achtergelaten. Het is gewoon een glas, hè, Frank. Nee, 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 je zou dat denken, maar dat is een heerlijk hoorspel. En is spannend? Wat gebeurt er? Ze zijn tv aan het kijken. Sommige cadeaus hebben natuurlijk wel wat meer tijd gekost, maar Sinterklaas heeft zich toch goed geamuseerd met knutselen. Ja, hij had zich misschien beter bezighouden met wie ze van zijn zoekgeschiedenis. Hé, Frank. Cool, een Barbie. En dat is een heel speciale Barbie, hoor. Dat is Blinde Barbie. En vanavond heeft Blinde Barbie een droomdate met Ken. Dat is een pin. Maar dat weet Blinde Barbie niet, hè? Cool. Oeh, maar Sinterklaas is precies nog iets vergeten. Jullie hadden toch nog iets gevraagd? Ja, een PlayStation 5. Kijk eens wat papa hier heeft. Da, 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 da. Wow, dit is de mooiste dag van mijn hele leven. Yay! Ja, ja. Ja, en nu scoren. Ja! Hoor je dat geluk? Hè? Zie je dat plezier? Daarvoor doe je het. Hè? Ik denk nu wel dat Sinterklaas heeft laten zien dat het hem spijt. Hm? Ik ga wel heel blij zijn als Sinterklaas een nieuwe job heeft. Dat we deze geen tweede keer moeten meemaken. Ah, mama! Malvin, Frank! Vriesrik!